Goedendag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met een afwisseling van een flinke zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden die vooral over het westen van het land trekken. Daarbij ligt de temperatuur halverwege de ochtend al tussen de 21 en plaatselijk een zomerse 25 graden en vanmiddag wordt het nog veel warmer, want dan wordt het zo'n 25 graden op de stranden en 27 tot plaatselijk 32 graden in het binnenland. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot de zuidoosten. In de loop van de namiddag en avond komen er meer stapelwolken en mogelijk dat later op de avond, vooral in het westen en zuidwesten, een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komt. En ook vannacht is kans op een onweersbui. Morgen overdag hebben we met name in het oosten en zuidoosten van het land meer bewolking en valt mogelijk een enkele onweersbui. In het westen is het droger en schijnt vaker de zon. Het wordt morgen 23 graden in het westen, tot 29 in het oosten. Maandag dan neemt de hitte we tijdelijk weer toe. Dan wordt het 27 tot plaatselijk 33 graden. Maar in de loop van de dag komen flinke stapelwolken tot ontwikkeling. En vooral later op de avond en in de nacht naar dinsdag kan het flink gaan onweren. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl